Hier, het is allemaal meuk. Hoewel wat... Oeh. Wat is dit? Wat is dit? Diamond horse armor? En ik heb een diamond... een diamond hoe. Hey, leuk dat je kijkt. Welkom terug bij weer een gloednieuwe video hier op VonnoxSnel. Vandaag zitten we weer in Minecraft 1.15 op mijn lokale kleine servertje. De vorige keer heb ik ingesteld dat elke keer als ik een mob kill, dat er een TNT-explosie plaatsvindt. Nou, dat ging dus niet altijd goed. Oh, als ik jullie nou allemaal een beetje bij elkaar drijf. Maar vandaag heb ik het iets aangepast. Er is nu een 50% kans dat er een explosie is, dus het is niet altijd. En ik heb het nu zo ingesteld dat elke keer als ik een blok break of een mob kill, dat de drops half random zijn. De ene drop is het item zelf, dus die ik echt aan het minen ben. Dus bijvoorbeeld als ik nu een blokje wood break, dan krijg ik als het goed is wel gewoon het blokje wood zelf. En ik krijg er iets extra's bij. Dus op die manier is het heel random. Deze keer krijg ik yellow terracotta. Nou, daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Ik had al een episode opgenomen dat ik letterlijk alle drops random had. Maar op zo'n manier kun je er echt helemaal niks mee. Dan krijg je gewoon je hele inventory vol met redstone dust en purple dyes en dat soort dingen. Dus het moet een beetje... Ik moet wel een beetje kunnen survivalen. Laat vooral, voordat jullie het vergeten, in de comments weten wat ik nog meer moet toevoegen. Deze heb ik ook uit de comments gehaald. Ik weet even niet meer wie dit had voorgesteld. Maar ik vond het een leuk idee. De drops zijn random. Maar ik heb mezelf het iets makkelijker gemaakt. Ik kan wel een beetje survivalen. Hè? Dus op deze manier kan ik in ieder geval wel gewoon een crafting table maken. Want de vorige keer kreeg ik niet eens hout. Dus ik kon niet eens een crafting table maken en dat soort dingen. Het lukte gewoon niet. Dus we gaan gewoon rustig proberen te survivalen. Ik wil wel serieus gewoon mijn best doen. We willen hier wat leuks van maken. Of ik wil hier wat leuks van maken. En als het goed is... Oh, daar krijg ik dan... Ik heb nu alweer meuk in mijn inventory zitten. Dus we moeten maar gewoon even kijken. Ik ga gewoon mijn best doen. Als het goed is, als ik nu de cave in ga, wilde ik zeggen. En ik ga wat minen. Is het ook allemaal random? Ja. En er is dus nog steeds een 50% kans dat er iets ontploft als ik een mob kill. Look at this. We krijgen een bucket of fish. Een bucket of salmon. Nou ja, sure. Ik heb uiteindelijk toch eten nodig. Maar het zou nog wel heel mooi zijn natuurlijk. Als er nu ineens... Oh, niet gravel dropt. Maar iets van een diamond pickaxe. Iets in die richting. Hoe sick zou dat zijn? Maar dan moeten we natuurlijk wel een beetje geluk hebben. Ik ga eerst gewoon eventjes rustig opstarten. Vorige keer, toen met die explosies, ging natuurlijk niet heel goed. Maar ik wil nu eventjes iets meer voorbereiding hebben. Jullie vonden het wel allemaal heel grappig de vorige keer. Maar ik stond wel een beetje voor schut natuurlijk. En dat is wel vaak zo. Maar ik wil het wel voorkomen. Ik doe het niet expres. Dus we gaan even rustig. Ik heb nu echt super veel geluk dat ik eventjes iron vind hier. En volgens mij is dit een spawn egg. Het lijkt een beetje op een pokeball. Oh, wat de hel is dit allemaal voor... Yo. Oké, ik zie nu al dat ik even een chest moet maken. Wandering Trader spawn egg. Wat de hel is een Wandering Trader? Holy shit. Oh, er explodeerde iets. Er ging een mob dood. Ik weet niet of jullie dat hoorden. Het was heel erg op de achtergrond. Look at this. Het is Octo. Maar dan met vleugels. En I don't know. Maar ja, jij vraagt natuurlijk Emerald. En dat heb ik niet. Ik heb nogal een Evoker spawn egg. Een Evoker is volgens mij... Nee, dat is niet... niet friendly. Dat willen we niet. Maar ik wil wel... Heb ik al een furnace gemaakt? Nee, ik heb wel een kampvuurtje. En ik heb een minecart met een chest. Nou, dat is niet echt de chest die ik wilde. Maar, oh, ik heb wel een furnace gemaakt. Kijk. Voorbereiding. We gaan lekker. Even mijn iron smelten. Kijk, dames en heren, het kan wel. Het lukt wel. Als ik maar een beetje een kans krijg. Vorige keer ging ik gewoon natuurlijk random mobs verslaan. Oh, wat gebeurt hier? Dan gaan allemaal mobs dood. What's happening? Wat gebeurde er? Hier is iets geëxplodeerd, maar ik weet niet wat. Is hier een wolf bezig geweest of zo? Een wolf die schapen kilt? Ja, die heeft waarschijnlijk zichzelf ook opgeblazen dan. I'm sorry, dude. Maar op deze manier... Ik ga even genoeg hout verzamelen. Kan er dus van alles gebeuren. Het zou ook nog wel lachen zijn als ik instel bijvoorbeeld... Dat elke keer als ik iets mine, dat er een mob kan spawnen. Maar ik heb mezelf wel heel lastig, hè. Zoals ik al zei, het moet wel een beetje te doen zijn voor mij. En niet dat er een of andere nucleaire bom afgaat als ik een boom... zaag, want dat is een beetje overdreven. Hè? We willen wel proberen te survivalen. Dus jullie moeten mij... Oh, Minecraft met TNT? Nee, een brick. Dat heb ik eigenlijk wel niet nodig. Iron Nugget. Perfect Fish Spawn Egg. Heb ik allemaal niet nodig. Kijk mijn inventory nu al. Ik word er helemaal nerveus van. Octo, waar heb ik ook weer mijn... mijn ding staan? Hier beneden, toch? Yes. Oké, niks aan de hand. We zijn gewoon lekker
rustig aan het survivalen. Ik moet echt even een chest maken. Dit is echt te gek voor woorden. Oh, nee, niet meteen 5 chesten. Een beetje rustig gaan. Zo, op die manier. Het zou nice zijn als ik ook nog even een bed kan krijgen uit een of andere spawn. Dat maakt het al helemaal top. Ik weet niet wat ik allemaal weggooi, jongens. Het is echt dramatisch. Oké, laten we de chest even neerzetten. En dan ga ik gewoon... Ik heb dit allemaal niet nodig. Smooth, stone, green dice, een boek. Kijk, dit was... Oh, die heb ik wel nodig. Een scaffolding? Wat de hel is dit dan? Excuseer me, ik speel Minecraft Survival bijna nooit zelf. Huh? Wat heb ik nou neergezet? Dit ging automatisch. Ik had ineens iets in mijn inventory staan. Ik weet niet wat dit is. Vooral niet met deze texture pack. Dat is eigenlijk ook niet zo handig. Want niks komt er nu bekend voor. Kool is handig, dit heb ik niet nodig. Een blue shulker box. Komen die shulkers er dan ook uit trouwens? Oh, kijk eens. Oh, nou, we hebben nog een chest. Dat is handig. Een observer. Ik weet allemaal niet wat dit is. Ik heb geen idee. Waar kijk je naar? Naar de muur. Ik heb niks aan jou. We kunnen nu in ieder geval wel eventjes rustig een iron pickaxe maken. Kijk eens. We hebben die in ieder geval binnen. Ga ik ook even een zwaard maken. Dat we in ieder geval onszelf wel een beetje kunnen verdedigen. En ik wil ook even mijn excuses aanbieden voor mijn PvP gedrag in de vorige episode. Want ik ben het nog heel erg gewend dat je kan spammen. En ik weet dat dat al in 1.7.10... in 1.8 is afgeschaft. En dat is natuurlijk al echt... Wat zou het zijn? 4 jaar geleden? Maar ik ben iemand van de oude garde. En ik vind dat die manier van PvP vind ik veel leuker. Als ik eerlijk ben, dat vind ik veel leuker. Maar ik heb dus geleerd dat je dus dat niet moet doen. En gewoon moet wachten tot het balkje weer is volgelopen. En hij explodeerde deze keer. Ik kreeg er geen damage van. Dat is mooi meegenomen. Ik moet wel... Oeh, een golden axe. Nou, sure, ik heb alleen een wooden axe. Phantom spawn egg. Oh my god, guys. Verzin iets leuks wat ik dus toe kan voegen aan deze wereld. En het moet dus wel een beetje te doen zijn. Niet dat ik ooit... gekild bij het eerste de beste blokje dat ik weghaal. Het moet wel iets leuks toevoegen. Kijk eens jongens, we maken het gezellig. Een lekker kampvuurtje. Kunnen we zelfs rooksignalen versturen als we willen. Blijft nu wel een beetje plakker onder de dirtblokjes. Dat ziet er wel een beetje lelijk uit. Maar ik moet even eten verzorgen. Hopelijk kan ik nog even wat meer fixen. Dat is wel erg karig voor één koolblokje. Maar ik ben een beetje bang om nu weer mobs te gaan killen. Wat ligt zoveel? Wat ligt hier allemaal tussen, joh? Ik ben een beetje bang om mobs te gaan killen, aangezien ze nu... Niet altijd exploderen, dus het is nu een beetje een verrassingseffect. Maar zullen we maar eens even kijken wat voor wereld we eigenlijk zijn ingespand. Er staan hier overal mushroom trees. Verder, daar is volgens mij een sneeuwbiome. Dat... wat gebeurt hier? Ik heb zelfmoordbeesten in mijn wereld zitten. Wat ging hier nou? Wat explodeerde hier nou? What's happening? Jongens, doe eens rustig met jezelf. Ik doe niks. De beesten plaatsen zichzelf al op. Het is ook nog eens een 50% kans, dus kun je nagaan. Wat een gekke huis hier. Ik ga even dat eten meenemen. Het wordt, ik heb ook geen wol. Ja, ik heb 1 wol, maar ik heb wat meer wol nodig voor de nacht. Want ik heb echt geen zin in. Hé, hey, een dropper. Moet je eens kijken. Oh, een emerald. Oh, is die dude er nog? Octo. Waar is Octo? Octo, Octo, Octo. Oh, nee. Oh, is Octo net... Oh, was dat Octo die doodging? Dat zou heel goed kunnen dat Octo was. Ik denk dat hij er geen zin meer in had, jongens. Maar waar is hij nou? Nee. Is hij nou letterlijk weggelopen? Oh no, dude. Octo. Nee. Ik heb eindelijk iets om met je te ruilen. Nou ja, aan de andere kant. Als ik iets kapot maak, dan krijg ik misschien weer zo'n spawn egg. Kijk eens. Nope, helaas. Hier, het is allemaal meuk. Oh, wel wat... Oeh. Wat is dit? Wat is dit? Diamond horse armor? En ik heb een diamond... Een diamond hoe. Fuck yeah, en een cookie. Die heb ik wel nodig, want ik heb een beetje honger. Hoppakeetje. Lekker hoor. Nice. En nog wat vlees hier volgens mij. Moet wel oppassen dat ik niet iets waardevol... Oh, zoals die iron ingots bijvoorbeeld. Weggooi. Ik kan ook op deze manier gewoon steeds iets weg blijven gooien. En dan krijg ik toch wel iets nieuws. Want het is gewoon bij elke drop... Krijg ik weer wat nieuws. Of wordt er weer wat nieuws gedropt. Nou, nu zit het wel een beetje in een loopje, omdat ik het steeds gewoon allemaal oppak. Even kijken wat er allemaal te beleven is in deze wereld. Wat de hel zwemt hier? Je zit niet echt onder water, makker. Oh, daar gaat hij al. Ik heb jullie wel nodig. Als jullie het niet erg vinden. There we go. Oh, jullie zien er heel eng uit. Maar jullie doen niks. Dus ik vind het ook alweer een beetje zielig. Maar, zalm. Oh, lekker. Ik hou van een zalmpje op mijn brood. Heerlijk. En dan lekker honing mosterd sausje eroverheen. Ja, je klinkt misschien
Je denkt misschien, waar heb je het over? Maar dat vind ik echt... Een broodje van de Lidl. Een kampioentje heet die. Met zalm en honingmosterd. Oh my god, dude. Dat is echt... Dat is misschien wel mijn favoriete broodje ever. En dan, die kun je gewoon zelf maken. Die broodjes bij de Lidl kosten niks. Waar heb ik het over? Ik moet even wat eten verzamelen. En ik moet... Hey, die... Dude! Ik bedenk me nu dat ik die beesten best wel gewoon een beetje... Hoe zeg je dat? Nonchalant aan het killen ben. Maar ze kunnen natuurlijk gewoon exploderen als ze willen. 50% kans, maar het gebeurt niet. Oh, daar brandt iets. Ik denk dat dat lava is. Maar eigenlijk moet ik nu even terugkomen. En ik heb niet genoeg... Oh, ik heb niet genoeg wol. En we gaan de nacht in. Jullie weten allemaal wat dat betekent. Dude, waarom exploderen ze niet? Ik heb elke keer geluk. De 50% kans is altijd aan mijn kant. Haha. Dat voelt wel goed, hè? Oké, mijn huisje is daar. Ik ga even wat eten terugbrengen. En dan kunnen we wel eventjes op avontuur gaan in deze wereld. I mean, we gaan gewoon proberen een normale survival sessie te doen. Maar ja, met alles wat jullie straks voor mij gaan bedenken wat ik moet toevoegen, kan het natuurlijk wel een beetje raar uitpakken. Raw beef, look at that. We gaan lekker raw beef maken. Ik kan nog wat maken van die 3 iron. Kan ik geen armor van maken, dat is net niet genoeg. Dan moet ik maar eventjes weer gaan minen. Maar, ouch. Vergeef me jongens, maar ik heb geen idee wat ik hier nu heb neergezet. Oh! Ja, dat is zonde. Oh, het is een end rod. Oh, ja, maar dat doet helemaal niks natuurlijk. Ouch! Dude! Dat is geen handige plek voor een kampvuur. Maar goed, het ziet als, ziet als decoratie. Ik vind het toch wel wat toevoegen aan onze wereld. Oké. Auw! We gaan proberen een klein stukje te lopen. Het is nu wel natuurlijk nacht. Kijk jongens, de maan. Die niet vierkant is deze keer, maar ook niet rond. Het is een, noem je zo'n ding, 1, 2, 3, 4, 5 hoek. Een pentagon? I guess? I don't know. Maar waar zijn de mobs? Volgens mij heb ik een peaceful world. Kijk eens. Dit is lekker hoor. We kunnen gewoon rustig op avontuur gaan. Zonder dat er weer zelfmoordbeesten op ons afkomen. En op die manier kunnen we misschien... Ik heb dat nog... Echt bijna nog nooit voltooid. Maar Minecraft uitspelen. Door gewoon bijvoorbeeld als ik iets breek. Kijk, we kunnen ook gewoon eventjes dit gaan doen. En op die manier kan ik misschien gewoon een Eye of Ender krijgen. En dan... Oh jee, er komt een zombie aan. En dan kan ik gewoon de end gaan zoeken. En hoe chill is dat? Alleen het dropt natuurlijk niks. Nu moeten we wel een beetje oppassen. Dit gaat exploderen, denk ik. Ik denk het wel. Oh, wat? Dude. Ik ben lucky. Super lucky. Ik heb iets opgepakt. Was dat... Oh, dat was iron. Hell yeah. Maar het zal wel welkom zijn als ik een... Oh, kijk. Armor. Ik wou net zeggen. Dat wou ik letterlijk net zeggen. Als ik armor of wat diamond tools misschien kan krijgen. En natuurlijk. Maar dat is nu helaas nog niet. Oh, een helm. Hell yeah, dude. Geef me de helm. Iron helmet. Kaboom. Wat had ik nou net weggegooid? Er stond blok of... Yo, wat de hell is dit? Oh nee, mijn diamond horse armor. Die moet niet weg. Oh nee, mijn emerald moet ook niet weg. Ga weg. Een structure blok? Wat is dit? Oh, ik kan hem ook niet plaatsen. Nou, ik heb geen idee. Als je weet wat voor blok dit is, laat het weten in de comments. Ik heb letterlijk geen flauw idee. Wat ligt hier? Een boog? Nee, dat... Oh, dat is een carrot on a stick. Die heb ik niet nodig. Kom hier dan. Laat jezelf zien dan, hè? Jongens, ik zit nog steeds in een hardcore wereld, dus ik moet niet doodgaan. Ik zweer het je. We moeten echt oppassen. Oh, ik ga dood. Nee. Oh, hij raakte me nog. Hij raakte me alsnog. Oh, nee. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog. Zie ik jullie heel graag gewoon volgende week terug in een nieuwe wereld. We gaan gewoon lekker door als jullie leuke dingen blijven verzinnen. Het is wel een beetje... Ik vind dat jullie iets moeten verzinnen wat mij meer power geeft. Want dit gaat niet goed. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog. Dan zie ik jullie heel graag morgen. Zelfde plek, zelfde tijd. Weer terug bij een gloednieuwe video. Nogmaals bedankt. En later. Goddammit, fuck you. What the hell? Goddammit, what the hell? Goddammit, freaking elfhout. Goddammit, sterf. Fuck you. What the fuck? What the hell? Fuck you. Goddammit. Goddammit. What the hell? Fuck it. Oh damn, shit. What the hell? Finish, faggot. Jesus. Fucking Christ, what the hell? Holy shit. Kut. Zo'n faggot, is echt...